Projectontwikkelaar Hertoghaven liet vorig jaar weten plannen te hebben voor een supermarkt op het PTC-terrein in Hegelsom. Nadat het nieuws naar buiten kwam, liet de gemeente weten geen voorstander van het idee te zijn. Volgens wethouder Beurskes is de stand van zaken hetzelfde als vorig jaar en zijn er enkel plannen. Een grote supermarkt zal er niet komen als het aan de gemeente ligt, maar sluit de komst van een buurtsuper niet uit. Ja, ik sta in die plannen nog steeds hetzelfde voor, dat wij als gemeente hebben gezegd, wij willen supermarkten concentreren in onze kernen. Het heeft te maken ook dat de leegstand dan beperkt wordt. En eigenlijk in de kleine dorpen geen grote supermarkten kunnen komen. Wel kleine zelfvoorzienende winkels, zoals bijvoorbeeld in Meldeslo of Amerika. Maar niet in dit soort kleinere kernen een grote supermarkt die regionale bediening heeft. Dus een buurtsuper zou wel kunnen? Een buurtsuper zou best kunnen. Door de vele woningbouw neemt het aantal inwoners ook in Hegelsom toe, waardoor de gemeente wel in de gaten houdt of er voldoende faciliteiten in de buurt zijn en blijven. Nou, we kijken niet zozeer of er een supermarkt nodig is, want dat is een commerciële activiteit. Maar waar we natuurlijk wel naar kijken, is er voldoende ruimte voor onze kinderen om naar school te gaan? Zijn de gemeenschapsvoorzieningen toereikend? Dat soort zaken kijken we echt wel naar. Want natuurlijk als je meer inwoners krijgt, dan moet je ook ervoor zorgen als gemeente dat dat op orde is.